Kijk, die meneer, die is geen echte, die is geen, die is gewoon een burger die dat meegemaakt heeft. Die ging rondrijden met Roma's. Maar die heeft dan een boeken over geschreven. Er zijn er veel mensen die dat doen, maar van ons volk heeft dat niemand niet gedaan. Dat zijn de typische Roma's. Zo herinner ik me als ik klein was, als we dan rondreden en we kwamen er samen dan ergens te staan. Zo waren ze. De jaren 58, 60 zo. Dan waren we met een stuk of 15 of 20 gezinnen, iedereen met een wagen. En dan reden wij rond. Hè. En waar dat er een plekje leeg was, gingen we daarop staan. Hè. En dan een paar uur nadien was de politie al daar, we moesten vertrekken. Soms was de aardappelen nog op het vuur en we moesten dat afpakken. Ze gaven ons de tijd niet voor te eten, we moesten vertrekken. En soms 3 keer op 1 dag. En wij waren dat gewend, we dachten dat dat zo moest zijn, maar we kwamen altijd terug. Langer dan 2 weken, 3 weken van alles bleven we niet weg. Als je dat van 10 mensen vraagt, zijn er 9 die nog altijd willen rondreizen. En dat vind ik ook. En ik vind dat dan ook mooi dat die meneer dat ook meegemaakt heeft, dat hij dat te boek gesteld heeft. Dan komt het terug in de belangstelling zo. Hè. En zo hebben ook de mensen meer begrip voor ons levenswijze. Menselijk gezien hebben wij geen verschil. We zijn allemaal mensen. Maar ook juist alleen ons woondingen. Dat is, wij willen samen met de familie zijn.